Het mooie van zo'n parkwatertje, ik heb de Nanotech boten mee. Het is natuurlijk ideaal om uit te varen, want ik wil hem daar zo aan de overkant heb je overhangende takken. Even kijken hier zo. En dan kan je perfect tegenaan varen met een voerbootje. Ik heb een partcommissie eronder, even wat anders dan de rest. Meestal wordt op zulke putjes natuurlijk met boys gevist. Alleen met particles en met honey-richie of zo, chot-richie, pop-ups. Nou, het is inmiddels bijna mei. Coronavirus in volle gang. En het is niet normaal, je ziet overal langs water zie je groepen mensen. Kijk hier zo en daar. Oh, die zijn net weg. En daar zo. Het is natuurlijk de horeca dicht, dus mensen maken er zelf wat van. Maar gelukkig hebben wij een hobby. Dat we kunnen niet aan de waterkant. En dat je je eigen horeca hebt. Ik heb biertje erbij, een watertje, lekker frissie. Dus barbecue, lekker genieten aan de waterkant. Jongens, richtje 1 wordt simpel. Gewoon een combi richtje met een kleine feng twistertje. Maatje 5, tijgernootje eronder en een groen fake maatje. Een beetje tijgernoot en parkers overheen crushen. En dat met de voerboot tegen het eiland uitvaren. Nou, dat kan toch niet anders dan dat hij afgaat. Kijk dan, 8,1 volt. Hij is helemaal vol. Tijd om uit te varen, jongens. Zo, we gaan gewoon naar mijn vissen. Ik heb hier een mixie met wat is het allemaal? Duivenvoer, tijgernoot, boekwijd hennep en een beetje pers en gebroken boys. En die ga ik zelfs ook nog crushen. Om heel fijn te maken. Geen idee hoeveel witjes hier zijn. Ik hoop niet te veel. Kijk. Op deze manier wordt het wel een attractief voertje. Heel de crush natuurlijk onder de zooi. Maar dat maakt niet, hè? Een meter hetje. Dit ga je gewoon bij de takken. Zo, ik kan er niet heel veel nemen. En dan zorg dat ik op tijd ben. Blij ben. Wat nou sinds kort heb voor het op staken vissen. Eerst een grupje. Even dichterbij laten zien. Die als het ware je hengel kan borgen. Dus stel dat hij eruit wordt getrokken, dan kan je hem zo omheen klemmen en dan kan hij nergens heen. Je ziet, hij zit helemaal vast. Werkt perfect. Is toch die partcommix, jongens. Slechte zaak. Ik ga hem eens even onthaken. Jongens, voordat mijn tweede hengel inrag in de eerste half, raadspier daar. Dus ik ga hetzelfde tactiek doen, hetzelfde plekje, maar even met iets minder gecrushed particles. Want als het zo'n braaswater is als ik nu ben, dan gaat het een reken zechte nacht worden. Maar wat braasem is ook karper. Zo moet ik me niet. Nou jongens, zoals je ziet ben ik even water aan het koken. En dat komt omdat ik mijn tweede hengel met een honeyrig ga vissen. Ik had geen scherp haakje meer. Dus nou, wat doe je dan? Ik heb dit onderlijntje gewoon intact gehouden tot en met de wortel. Dan snij ik gewoon het krimpkousje open, doe ik een nieuwe haak op het worteltje en doe ik weer een nieuw krimpkousje overheen. Zo vis je altijd met een scherpe ronnie, zal die straks zo boven de bodem gaan staan. Dus dan
nog even stomen. Gilpenpuppie erop en dan gewoon. Zo jongens, dit wordt hem. Kijk dan, perfect. Vel gelpenpup erop. Kan lekker draaien. Centimeter of 20 is de onderlijn. Tot het roodje. Fred peerroodje zoals altijd. Grammetje of 90. En dit gaat hem worden. Let's go. Geen particles, maar een beetje strawberry boys kusje. En die doe ik dan erbij. Verder ga ik gewoon met de pijp een beetje in de buurt van de aas hier. Een paar boys gooien. Wie hebben we daar? Hey, de DW Kussie Team. Kennen kijkers jij toevallig? Denk het niet. Weet ik niet. Hij was toevallig wel even in beeld een van de laatste video's. Maar het is Aaron jongens, mijn neef. En mijn eerste nachtje die ik ooit heb gevist was samen met hem. Legendarisch, hoe valde het ook weer? Ja, dat moet je niet zeggen. Een stuk of 13 carves hadden. Dus, maar goed, ik heb net mijn tweede hengeltje uitgevaren. En het is nogal een zooitje op de stek. Ik ga nu lekker even Erwin's hengeltjes doen. En daarna gaan we lekker eten. En je ziet het zonnetje, die gaat steeds lager zakken. Dan is het bijna tijd voor de avond. Let's go! Hier is Gerrie, joh. Kwaliteit. Deze nog. Jouw eerste nachtje van het jaar, hè? Het is wel eens tijd, het is van mij. Ja, ah, joh, waarschijnlijk van jij vandaag een 30er, dan heb ik niks. Heb ik alles voor niks gedaan. Nou jongens, de concurrentie aan de overkant. Ze hadden er al eentje gevangen vanmiddag, dus het is op zich wel hoopvol dat de vis wel wil azen. We gaan het zien. Nou, terwijl Erwin nog bezig is met zijn tentje, ben ik even lekker de burger aan het bakken. Of burger, zeg ik, kipcorn. Bescheiden pilsje erbij, want het is weekend. Lekker hoor. Jongens, broodje kipcorn. Lekker hoor. Een historisch moment. De tweede verse ketchup van het jaar die is al aangebroken, dus die gaan we maar even. Er zit natuurlijk nog een papiertje op. Die gaan we maar even aanbreken. Ik heb nu 20 nachtjes gevist, dus met één zo'n fles. Ik denk dat er nog twee volgen dit jaar. Wil je ook een beetje ketchup, hè? Lekker! Maar ik wil graag een broodje kipcorn met ketchup en geen broodje ketchup met kipcorn. Oh. Hey jongens, netjes. Er staat er nou op start dan. Hou op, hè. Je moet gewoon een beetje schappelijk houden. Meer dan genoeg. Heb je boodschappen gedaan of zo? We gaan boodschappen doen. Wat zit daar nou in? Lange broekie, vessie. Krokies, kijk, het hoeft allemaal niet zo professioneel. Nee joh. Heb je helemaal niet nodig zo'n camouflage tas. Helmen zakken voor je afval. Kijk, en we hebben hier ook een vuilnisbak, hè? Hey. Ja. Maar dat weet je van tevoren niet. En het is ook wel mooi eigenlijk om even te laten zien hoe jouw trooi eruit ziet. De doos die komt rechtstreeks uit de winkel, of niet? Er zit al je voer in. Ik zal niet vertellen welke leverancier het is. Lekker Mexicanetje jongens. Het is weer wat anders dan een hamburger.
Van Bob. Zeker ook lekker. Nou jongens, het is 11 uur. En na die braas helemaal niks meer gehoord. Helemaal drama. Die jongens aan de overkant die hebben wel een 2 vis gevangen. Dus ja, ik snap er helemaal geen reet van. Maar goed, het zat teken dat de vis actief is. Dus misschien dat we ook gaan vangen. Het eerste van de shot dat je ziet is met een kromme hengel of een vis van ons in de hand. We gaan ervoor. Laat rust. Hey, wat heb je daar nou? Een dikke joekel. Ja joh, hij is gewoon afgegaan. Welke hengel was het? In die fucking zijsloot. Ja, dat is mooi hè. Mooi visje hoor. Dat was echt sterk. En we gaan zo even filmen voor jullie. Ja jongens, beet. Lekker. Nou jongens, het is een kroeskarper of giebel of zo. Een of ander naarbeest. Weer een vis voor mijn witvis Big Five. Drama, ik heb dus nu al een zilt, een brasem, een giebel is het. En een voren op de statische karperhengel gevangen. Dus dat gaat niet best. Maar we hebben natuurlijk wel een vis hier op de mat weer. Yo! Wat heb je daar? Dames en heren, de eerste karper van de nacht. Ja. De nacht, 1:30. Het is wat. Op een snoepband presentatie. Deze bak van een unit. Ah, toch best een mooie vis. Notabene de eerste van 2020. Ja. Eerste nachtje. Krijg het voor elkaar. Pak je een vis. Niet verwacht, op een nieuw water. Nou, voor het kantje ging hij, hè? Graaf. Misschien nog geen 10 meter het kantje. De hengel met de minste hoop. Gaat als eerste af. Ja, mooi is dat. Lekker hoor. Mag die weer gaan? Ja, zeker. Nice. Zeg, het is later niet. Nee. Is die weg? Het is. Wind. Doei! Mazzel chef! Lekker hoor! Doe je goed! Yo, wat is aan de hand? Kijk, zeg maar! Nieuw water, je weet helemaal van niks! Bizar joh! Niet alleen de karpers al daar omheen! Helemaal aangetast door de kreeften! Zo jongens, even een update! Het is inmiddels 12:12. Ik ben flink moe, maar mijn hengeltje is weer opnieuw uitgevaren. Er zat natuurlijk een giebeltje aan zoals ik net liet zien. En die is even proberen een kreeft dingetje om zijn boeien te doen. En dan kunnen we weer verder slapen. Maar in ieder geval blij dat we eind van de nul af zijn. Want het heeft voor mij part te lang geduurd. Jongens, het is ochtend, uurtje van 9:30. Ik heb net gegeten, een Mexicaanetje. En tot grote verbazing. Hè? Heb je al jij gevangen? Al je niet gevangen. Op zich wel een mooie visie. De eerste van het jaar, nieuw watertje. Doe je goed. Maar bij mij is het alleen maar stil geweest. Ja, alleen maar witvis. Ik heb 2 brasems en 2 giebels gevangen. Ik spuil er toch van. 6e nacht brenk op rij. En aan de overkant gingen ze achter elkaar af. Kijk eens van DW. Dat is helemaal pijnlijk. Ik ging even kijken. Ze vroegen van allemaal om advies. Maar het kan beter andersom. Dat ze mij advies gaan geven. Ik bak er niet veel meer van. Alleen Mexicano's. Sinds ik die voorwoord heb. We hebben de vangst een beetje uit eigenlijk. Terwijl bij Chit is het andersom. Maar goed, we komen er wel weer doorheen. Maar jij hebt er weer naar huis gevat. Ja, ik heb de spullen lekker gepakt. Kijk dan. Mooi geweest. Echt een tuiner, hè? Tuiner. Deze man stond om 7 uur naast zijn bed. Naast zijn tent. Lekker man. Nou, het was gezellig. Ja. Mazzel. En ik hoop dat ik nog wat van. Met de terugreis. Ja, zo, dat is echt nog een stuk fietsen, joh. 29 kilometer. Oh, sterkte zou ik kan beter zeggen. Ik ga zo taart even regelen. Goed. Hey, data.
jongens, ik ben weer even een beetje onrechts aan het knopen. Want dat doe ik toch nog wat nuttig. Maar ik vind het zo bizar dit. Die gasten aan de overkant hebben er dus 6 gevangen. En hier Erwin eentje, vlak voor het kantje. Maar in de Jeehoek, waar ik mijn hengels heb, 0 activiteit gezien. Ik heb 2 giebels en 2 braasbossen gevangen. Verder helemaal niks. Ik heb van alles eraan gedaan. 5:45 mijn wekker gezet om de hengels opnieuw in te varen. Ander stekkie, ander aas. Maar alleen maar wit is dat gevolg. Dus dit is mijn 6e brink op rij. En ik weet eigenlijk allemaal niet meer. Ik weet niet meer wat ik goed of fout doe, want het is echt een beetje moedeloos tegen. Maar goed, het gaat vanzelf over, denk ik. En we moeten doorgaan. Die vis die gaat weer komen. Nou jongens, helaas voor mij geen vis. Toch op Erwin de video weten te redden. Toch een mooi vis gevangen. Kieltje of 9 was die. Vond je de video nou leuk? Duimpje omhoog. Ik zie je volgende week weer. En tot dan. Tata.